Kees met twee handen. Hey. Van Werkman door naar Metai. Want die zo belangrijk was de laatste seconde van het afgelopen seizoen. Schoot de winnende binnen voor HHC bij Una. Reinders. Reinders mag nog een keer, wilde ik zeggen, maar dat verkiest hij toch niet te doen. Ik had het toch nog even lekker nog een keer meegenomen. Kobus. Ja, goed gedaan dat, met dat hakje, Werkman. Dat scheelt niet zo heel veel. Mooie beweging, Koos Werkman. Powell die hem ineens aanneemt en ineens à la Barry Powell gevaarlijk is, dan de paal raakt. Daarom waren ze zo ongelooflijk blij dat ze hem konden halen van Koos Akkerboys af. Aardige slow-mo. Slow-actie. Geen buitenspel. Dan moet dit raak zijn. Uisturk maakt het uiteindelijk heel goed af. Daar snijden ze er toch ineens heel makkelijk doorheen. En bijna allemaal één keer raken. Oktay Uisturk is de man die uiteindelijk hard en hoog in de korte hoek beslist. De waarschuwing was 2 minuten eerder gegeven door Powell. Uisturk. Carmelia. Grot. Uisturk. En weer Grot. Een beweging bij Powell. En terwijl die voorzet van richting is veranderd, is daar toch Powell. Maar gelukkig voor HHC ook Danes. Kobussen. HHC komt met steeds meer mensen. En hier de kopbal. En de 1-1 wilde ik zeggen voor Van der Leyen. Maar de redding is uitstekend van Schaap. Goeie voorzet van Bouws. En dan Van der Leyen die de bal toch nog iets te dicht bij de doelman plangeert. Gaurier, Kou, komen ze. En de bal op de lat gekopt. Voor Werkman. Tweede kans voor HHC Hardenberg. Binnen een minuut. Metai. Gaurier. Wijst naar Kobussen. Die in de loop de bal krijgt aangespeeld. En dan een goede voorzet in huis heeft. Het is weer een goede aanval. En wanneer belonen ze zichzelf nou een keer bij HHC Hardenberg? Nu weer niet. En de kans op 2-0. Burgerhout. Even de laatste kans. Dus is daar ook de doelman. En die is nu dus weg. Meraki. Het doel is leeg. Het doel is leeg. Maar ja, hij doet dat goed. Meraki kon hem niet afgeven aan Nemi. Want die stond buiten spel. Dus moest hij het zelf doen. En dan wordt het een hoofdrol voor de invaller. Nadrukkelijk betrokken bij de 1-0. En hier maakt hij het zelf af tot grote opluchting.